De ontlading achteraf zegt veel, heel veel. Deze overwinning was broodnodig. Ik zeg het, als we vandaag hadden verloren, breekt de pleuris uit, denk ik. En terecht, Antwerp zijn de 0-15, dat mag je absoluut niet hebben. Van Wijk stuurt een gewijzigde ploeg het bevroren Lommelse veld in. Diouk wordt beloond voor zijn prestatie van vorige week en start in de basis. En ook twee debutanten krijgen hun kans. Robbekeel speelt op de rechtsback en Lee Collin centraal achterin. Het is een bijzondere jonge ploeg die het moet doen. Ja, deels noodgedwongen. Maar ik was er al een tijdje mee bezig met die jonge gasten. Om ze toch in te peperen van luister, het gaat misschien rap komen dat je de kans gaat krijgen. Dan moet je dan pakken. En dat hebben ze ook uitstekend gedaan. We spelen met drie jongens vanuit Antwerpen. En alle drie 18 jaar. En die hebben het gewoon heel uitstekend goed gedaan. En ik kan er alleen maar trots op zijn. Ja, we hebben de drie punten gepakt en ik heb mijn debuut gemaakt vandaag. Ik speel ook een lange tijd bij Antwerpen. En als je dan je debuut mocht maken en kunt direct de drie punten pakken, dan... Dat is geweldig, hè? De bezoekers hebben ook iets recht te zetten na de slechte prestatie van vorige week. Ze vechten en misschien nog belangrijker, ze creëren ook iets. Lommel is een goed voetballende ploeg en kan af en toe ook dreigen. Een doelpunt wil niet vallen in de eerste helft, al had deze kopbal van Van Tornhout er misschien wel ingemoeten. Stand aan de rust, 0-0. Na de pauze gaat Lommel uitdrukkelijker op zoek naar een goal. Opnieuw een goede save van Singier. De grote ontlading komt er uiteindelijk in de 55ste minuut. Jorendom zet voor. De keeper kan er niet goed genoeg bij en Luke Giverin is goed gevolgd. 0-1. Op basis van de inzet die de bezoekers voor de dag legden, is de voorsprong verdiend. Antwerp is er nog één keertje dichtbij. Mooie actie van Van Tornhout. Zijn schot gaat voorlangs. Vanaf dan komt de Great Old zwaar onder druk te staan en is de thuisploeg er een aantal keer heel dichtbij. Maar Bjorn Singier wil van geen wijken weten, ook niet tegen zijn ex-club. Ik was heel blij dat het uitreikt in Lommel. Ik heb hier toch een mooiste moment in mijn carrière gehad. Dat ik hier kan deel uitmaken van de drie punten. Oké, we zijn het geheel, maar ik ben er wel trots op, ja. Hoe blij ben jij nu? Ja, ik heb staan janken als een klein kind na de wedstrijd. Ik ben pas papa geworden en ik heb heel weinig geslapen. Ik ben zo fier dat mijn vrouw en mijn zoon het goed doen. En die zitten nu in het ziekenhuis en het doet gewoon fijn. Dus daarom ben ik zo blij ben dat ik met drie punten naar Harken toe kan gaan. Het laatste fluitsignaal klinkt als muziek in de oren voor Antwerp. De drie punten gaan mee naar de Bosuil. Lommel United Antwerp 0-1. Antwerp staat nu op de 10e plaats in de stand, op 13 punten van leider Oostende. En er zijn nog 15 matchen te spelen in de gewone competitie. Alles blijft dus mogelijk.